De Hoeksche Waard staat bekend om innovatieve landbouw. En als gemeente ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan voedseleducatie. Dat doen wij via het project Foodlab Hoeksche Waard. Dat zijn allemaal projecten die bijdragen aan de toekomst van de goede agrarische sector. En dat doen wij in samenwerking met Jong Leren Eten. En zij zorgen ervoor dat er een boer in de klas komt. Of dat er een schoolklas op een boerderij komt om te kijken waar het voedsel vandaan komt, hoe het wordt geproduceerd en hoe gezond en hoe duurzaam dat is. Yes! Alsjeblieft! Dank u wel! Ja, natuurlijk! Dank u wel, mevrouw! Alsjeblieft! Wij zijn hier vanuit Stichting Natuurlijk bij de Boer. En we zijn hier met ons appelstraatje. Hier laten wij kinderen kennis maken met waar hun eten vandaan komt. De stichting is een samenwerking van de boerderijwinkels om de streekproducten in de Hoeksche Waard te promoten. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen weten waar de voedsel vandaan komt. Dat ze gezonde producten leren waarderen, dat ze gezonde keuzes durven maken en kunnen maken. Zij kunnen gebruik maken van de appelfrietsnijer, de appelschiller. Of zij kunnen zelf appelsap maken. En wij hopen hiermee dat kinderen gezonde keuzes gaan maken. Veel scholen geven aan iets te willen doen op het gebied van voedseleducatie. En boeren willen daar graag iets in betekenen. Maar dat kost tijd en geld, zowel voor de boer als voor de school. Het Rijksprogramma Jong Leren Eten maakt het mogelijk om gezondheid en voeding op te nemen in het onderwijsprogramma. Doen we datzelfde, maar dan zetten we hem zo in de grond, bij de zakken aarde. Is dat duidelijk? Nee, dit zijn geen kersen. Eigen groenten en fruit van kinderen, wat ze zelf hebben geoogst en gezaaid, is altijd zoveel lekkerder dan dat uit de supermarkt. En je merkt ook dat ze dat altijd willen proeven. Alleen al doordat die extra liefde die hun erin hebben gestoken erin zit. En je zal je nog verbazen dat ze hem dan echt wel lekkerder gaan vinden dan als papa of mama thuis zou gaan maken. En op deze manier worden kinderen geholpen om de juiste keuzes te maken op het gebied van voeding. En weten ze waar hun voedsel wordt geproduceerd hier dichtbij in de Hoeksche Waard.